Wacht even, even schrijven. Ja. Hey Nathan, hey, alles goed? Zeker, zeker. Yes. Welkom bij het overzicht, hè. Het overzicht van 2021. 2021. Wow. Yes. Dus ik ben Dom Nathan, afkomstig uit Berchem en ik ben 24 jaar. Verder ga ik steeds met de motto van Berchem tot hier in Aartselaar. En, heb je een vriendin? Ik heb een vriendin, klopt. Gelukkig in het leven? Heel erg gelukkig. Ik heb niet te klagen momenteel. Momenteel werk ik 3,5 jaar bij Signature. Ik ben begonnen als stagiair. Ik heb een jaartje Sintra gedaan, waarna dat ik dan hier stage heb gevolgd in Mortsel nog wel, als grafisch ontwerper. En dan ben ik gebleven na mijn stage en ben ik eigenlijk nu doorgegroeid naar projectmanager. Wat doe ik allemaal? Ik doe nog steeds designwerk, dus nog steeds de enige persoon die binnen Base Signature het designwerk doet. Verder doe ik quality checks, doe ik bestellingen, doe ik het team hier achter mij aansturen, doe ik zorgen dat het hier een beetje proper is. En ik heb nog pak meer. Voor mij is eigenlijk het leukste aan mijn job is de diversiteit die ik heb. Ik heb 2 jaar lang grafisch vormgever geweest en dat was ook het enige. En na een tijd stoorde het mij dat ik eigenlijk gewoon de hele tijd achter een bureau zat. We hebben dan samen met Thierry ook besproken wat kunnen we extra doen zodat dat minder het geval zal zijn. Zo is ook het plotproces bij ons terechtgekomen. En doen we dus ook zo van die zaken meer in huis. En zo ja, dan natuurlijk verder groeit om al die andere extra taken ook nog erbij te nemen, waardoor ik toch een pak minder enkel achter het bureau zit. Dus dat is voor mij toch een heel belangrijk onderdeel. Wat vind je dan het minst leuke aan je job? Het minst leuke, dat is eigenlijk hameren op mijn collega's wat ze wel of niet moeten doen. Zo is bijvoorbeeld heel belangrijk bij ons dat de orde steeds wordt gehandhaafd en de netheid van het atelier. En soms worden er over kleine dingen gezien of ligt er ergens nog een stuk bekking op de grond. Wat je zou denken, dat is eigenlijk toch makkelijk weg te halen. Maar dan gebeurt dat toch niet en dan moet je elke keer opnieuw iemand aanspreken om dat toch te doen. En daar heb ik het zelf soms toch ook lastig mee. Het commanderen van vrienden en collega's. Ja, inderdaad. Dat is het lastige. Voor mij is 2021 eigenlijk vrij positief geweest. Ik heb sinds vorig jaar een vriendin. Dit jaar zijn we dan ook voor de eerste keer samen op reis geweest. Dus ja, dat is al sowieso positief. Maar dit jaar ben ik dan ook doorgegroeid naar projectmanager binnen Base Signature. Dus ja, dat is natuurlijk ook wel een hele stap vooruit die dat wel aangenaam is en dat je weet, oké, ik kan doorgroeien. Wat ik doe ik blijkbaar wel goed. Ja, dat is altijd positief natuurlijk. Verder heb ik dan ook mijn autorijbewijs gehaald, een paar weken geleden. Dus ik kwam steeds met de motor en dat zal nu toch ook steeds een beetje meer bij slecht weer aan de kant geschoven worden. En ja, verder heb ik eigenlijk niet echt te klagen over hoe 2021 is verlopen. En corona? Corona, hier en daar soms een beetje last gehad. We moeten doen met wat we hebben en je moet genieten van het moment dat je kunt hebben zonder dat je moet binnenzitten. Jammer genoeg hebben we ook een paar keer in quarantaine moeten zitten. Niet onoverkomelijk denk ik op bepaalde vlakken, want mijn tweede quarantaine was een test die dat was om naar het buitenland te gaan. En zonder die test hadden we nooit geweten dat ik corona had gehad. Ja, dus, heel positief. Maar nu alles terug, beter, ja. Gezond en wel. Ja. Ook in mijn rechtstreekse omgeving is er eigenlijk nooit iemand echt ziek geweest, dus... Des te beter. Daarvoor, daar ben je ook wel dankbaar voor.
Mijn favoriete moment? Ik kan er eigenlijk zo niet direct één specifiek op noemen. We hebben verschillende zaken meegemaakt dit jaar. Eerst en vooral natuurlijk de verhuis van ons pand in Mortsel naar hier. De mensen die ons een beetje volgen op social media, die hebben wel gezien dat de upgrade intens groot is. Dat is altijd positief natuurlijk. Dat is fijn ook voor iedereen om te werken. Dat we niet meer met een plaatstekort zitten en dat we natuurlijk ook in een nieuw pand zitten. Maar dan hebben wij ook nog een teambuilding gedaan. Zijn wij gaan driften. Ja, ik was nog leerling bestuurder. En eerst was het toch wel een beetje met stress beginnen, maar dat is eigenlijk nog vrij goed gelopen. En ik heb daar wel echt mijn plezier uitgehaald. En ook voor samen met het team dan iets te doen, dat is ook wel, ja, dat was ook wel echt zeer plezant. We hebben er ook lang op gewacht en het is dan uiteindelijk met corona altijd verzet geweest. En dan nu is het toch kunnen doorgaan. Dus dat is toch wel ook zeer positief. Maar ja, ik denk, als ik voor mezelf spreek, mijn favoriete moment van dit jaar zal toch wel mijn promotie geweest zijn. Ik heb me de afgelopen jaren er hard voor ingezet om toch verder te kunnen komen dan enkel als grafisch vormgever. En als dat dan ook beloond wordt, ja, dat is denk ik moeilijk om te overtreffen. Altijd wel. Met andere zaken. Ja. En heb je dan ook een favoriet project van dit jaar in het design of in het webbing gebeuren? Dat je echt zo zegt, daar heb ik nu een van onthouden van het afgelopen jaar. We hebben een print gedaan voor BE Motorsport, zowel een kamionet als de A6. Een trailer en een A6. Nu, eerst en vooral was de kamionet en de trailer was al een zeer fijne samenwerking met de klant zelf. En was ook een zeer fijn project. Maar dan blijf ik toch dat de A6 van dezelfde klant dan eigenlijk toch een van mijn leukere projecten was. Puur samen met de tevredenheid van de klant op het einde van het project, maar ook de eigen touch en zo die ik in het project mocht steken. Ja. Dat is toch wel altijd iets fijner. Nu, er is ook nog een ander project dat ik ook wel zeer tevreden van ben. En dat is namelijk de RS6 dan van EcoFusion. Omdat ik daar toch ook wel zelf mijn eigen signature mark in kon plaatsen. Ja. Dus beide, toevallig een al twee Audi. Ja, A6, RS6. Ja. Ja. Dus, ja, dat zijn wel toffe projecten, hè. Dan ga ik kijken ook nog een stukje periode pakken voor 2021 eigenlijk, want het is overlappend. Ik was eind 2020 was ik geopereerd aan mijn knie omdat ik mijn kruisband had gescheurd. Waarom zeg ik dat ook als minste moment? Is omdat ik een lange periode ook steeds van thuis uit moest werken. En dat is eigenlijk voor mij niet echt zo makkelijk. Nee. Niet omdat ik het niet kan, maar vooral om de concentratie te houden. Waardoor dat ik mij dan wel niet per se schuldig voel, maar slecht voel over, ik kan mijn werk niet doen en ik moet het wel doen en ze hebben mij daar nodig. Je kunt niet 100% functioneren. Voilà. Ja. En ja, daar heb ik het zelf wel gewoon lastig mee gehad. En ja, dat heeft dan ook wel geduurd tot midden maart en begin april. Ja. Dus ja, dat is toch wel een hele periode. Toch wel een sterke invloed op 2021. Yes, voor mij. Maar nu alles goed met de knie? Met de knie momenteel alles goed. Terug gaan skiën, binnenkort gaan we terug gaan skiën. Indien corona het toelaat, dan blijft natuurlijk een vraagteken. Maar dan, ja, anderzijds heb je natuurlijk ook altijd projecten waar er ergens iets misloopt. En dan wil je dat. Allee, dat zijn er natuurlijk meer, want het kan niet altijd goed lopen. Zeker met de capaciteit dat we hier momenteel draaien, heb je wel mindere zaken. Natuurlijk is het altijd fijn als we het kunnen rechttrekken en dat dat toch in orde komt. Maar als je niks doet, kun je ook niks missen. Het is dat. Soms moet je een sprong nemen in het diepe. In het diepe en dan komt je er wel uit. Ja. Dus. Ik denk vooral met de periode die we momenteel achter ons hebben en bij wat dat ik zelf heb meegemaakt, doe in 2022 vooral wat dat je zelf wilt doen. Maak die sprong in het diepe. En laat je zeker niet tegenhouden door iets. Allee,
doe het natuurlijk altijd veilig. Dat natuurlijk wel. Maar nee, geniet van de momenten dat je kunt genieten. En is dat kleinschalig, is dat kleinschalig. Doe het op je eigen manier. En dan zult je er altijd wel door raken. Dat is mooi gezegd. Bedankt voor het leuke interview. Succes nog. Graag gedaan, dankjewel. En aan iedereen beste eindejaarswensen. En geniet ervan.